Ja, ik ben in 1968 naar Leuven gekomen om er te studeren. En toen was het heel hard in om politiek actief te zijn. Ik kon dat zo persoonlijk niet zien zitten. En het heeft geduurd tot 1978. Eer ik vrijwilligster ben geworden in het vluchthuis van Leuven. Het stond in de Humo, een zoekertje. En zo heb ik iets nieuws ontdekt. Ten eerste dat vrouwen op zichzelf een heel vluchthuis kunnen draaiende houden. Met vrouwen, met kinderen, met een geheim adres. In niet gesubsidieerde omstandigheden. Ten eerste dat dat ging. En ten tweede dat het ook belangrijk is om samen te werken om de positie van alle vrouwen te verbeteren. Dus dat het niet opgaat om ervoor te zorgen dat je zelf buiten schot blijft of dat jouw situatie oké is. Als die van de andere vrouwen niet verbetert, worden wij nog allemaal nagefloten, minder betaald, minder gerespecteerd, minder alles. Dat was voor mij een grote ontdekking. Dat was voor mij zo een keerpunt in mijn leven. Toen heb ik ook gedacht dat ik toch wel liever advocaat zou willen zijn dan ambtenaar of jurist ergens in een bedrijf, waar ik tijdens mijn stage had gedacht van dit is een absurd beroep. Aan de ene kant verdedig je mensen die je aan de andere kant gaat aanvallen. En toen heb ik gedacht van we zullen advocaat zijn zoals in Nederland. In Nederland waren er feministische advocatenkantoren. En die werkten alleen voor vrouwen. En er waren ook sociaal verhuurkantoren. Sociale rechtshulpkantoren. En zo wilden wij ook werken. En dan heb ik een groep gezocht om mee samen te werken. En we zijn gestart in 1981. En dat heeft heel mijn loopbaan en mijn verdere leven gestalte gegeven. Maar vooral de samenwerking en de solidariteit onder vrouwen, die toch bergen kan verzetten, dat was voor mij het belangrijkste.